Er zijn steeds minder mensen die zelf kunnen getuigen van wat hen is aangedaan. Enkel en alleen omdat ze Joden waren. En des te groter onze opdracht het verhaal van hun verdrietig lot aan onze kinderen en hun kinderen door te geven. Papa, zijn ze dan allemaal vermoord of dood gegaan tijdens de oorlog? Iedereen behalve jouw oma, mijn moeder. Vrij kort nadat ze in Westerbork zijn gekomen, moeten ze eigenlijk ook gewoon op de trein naar Sobibor zijn gezet. Op het moment dat jouw familie gaat, is Sobibor, sterker nog, Sobibor wordt nooit genoemd. Sobibor is het grote onbekende. Het zal niet zo zijn dat dit hem is, toch? Het zou kunnen, denk ik. Dat ik even wegga. Oké. Je moet doen wat je moet doen, hè. Kom ook wel weer terug. We are making documentary about my Jewish family who were murdered here. And is it possible to get in or to see more of Sobibor than we see now? It's okay, no problem. Ik ben blij dat ik hier in mag. Het is natuurlijk super tegenstrijdig en gek.